Welkom bij Vera D. Doe mee en rol je mat uit voor een stretchroutine. Laten we starten in strekzit. Knieën gebogen en recht je rug op. Adem in. En beweeg je armen zijwaarts omhoog. Rek je op, maak je lang. Adem uit en laat los. Inademen, oprekken. Zet je handen in de knieholtes. Uitademen, beweeg met ronde rug naar achteren, rugbol. En inademen naar het centrum. Rug oprekken en uitademen. Rug en schouders losmaken en de spanning verminderen op het tempo van je ademhaling. Laten we dit nog enkele keren herhalen. Inademen, oprekken, zet je handen in de knieholtes, uitademen, beweeg met ronde rug naar achteren, rugbol. Inademen naar het midden, rug oprekken, maak je lang en uitademen. Inademen, rek je op, maak je lang, maak je groot. Uitademen, laat los. Inademen, oprekken, zet je handen in de knieholtes. Uitademen, beweeg met ronde rug naar achteren, rugbol. Inademen, naar het midden, oprekken. Inademen, rek je op. Uitademen, zet je handen achter je zitvlak, vingers naar voren wijzend. Adem in en verplaats je lichaamsgewicht naar voren en til je heupen op in de opwaartse tafel. Druk je voetzolen in de vloer en strek jezelf vanuit je heupen via de schouders naar je kruin. Ademen. In. En uitademen. Laat jezelf weer langzaam naar de vloer zakken. Ga rechtop zitten. Oprekken. En buig vanuit je heupen voorover. Handen op je schenen of aan je voeten. Vooroverbuiging in strekzit. Inademen. Maak je lang en rek je uit. En buig op iedere uitademing dieper. Breng je aandacht naar je ademhaling en ontspan. Ademen. Kom langzaam omhoog met gestrekte armen. Plaats je handen op de grond achter je. Vingers naar je toe wijzen, til je borst en heupen van de grond en vorm met je lichaam een plank. Steun op je voeten en armen. Laat je hoofd naar achteren zakken, zodat je borst verder omhoog komt, de opwaartse plank. Breng je aandacht naar je ademhaling. Kom uit de houding en laat je heupen zakken op de vloer. Inademen, strek je armen ver over je hoofd en maak je lang. Buig naar voren en omhels je dikke tenen met de vredesvingers, de teengreep.
Strek tijdens een uitademing je benen en balanceer op je billen. Kijk voor je uit. Strek jezelf verder rechtop, vanuit je bekken tot aan je kruin. Dubbele dikke teenstrekking, houding van het schommelpaard. Adem rustig in en uit door je neus. Ademen. Ontspan. Laat langzaam je voorste been gecontroleerd zakken. Buig je achterste been hoofd naar knie en rol zachtjes af naar de vloer in ruglig. Strek je been en omhelst je kuiten of dij, wat voor je het beste aanvoelt. Sluit je ogen en ontspan. Richt je aandacht naar je ademhaling. Inademen en uitademen. Til je bovenrug van de vloer en breng je hoofd naar je knie. Hef je voorste been langzaam omhoog en schommel je lichaam omhoog met de kracht van je benen in zithouding. Halve koeienkop. Leg je linkerkuit haaks op je rechterdij, knie in een rechte hoek 90 graden. Trek je tenen op naar je scheen. Rek je uit. Maak je lang op een inademing. Uitademen. Rond je rug. Laat je hoofd zakken. En reik naar voren. Omhels je rechtervoet. Houd beide voeten flex. Bescherm je knieën. Sluit je ogen en ontspan. Laat je gedachten naar je ademhaling gaan. Inademen en uitademen. Volg je natuurlijke in- en uitademing en blijf even in deze positie. Geef je over aan de houding en aan de stilte. Ademen, blijven doorademen. Kom langzaam naar het midden. Plaats je handen achter je en zwaai je benen naar achteren. Hef je heupen op in de omgekeerde V, neerwaartse hand, voorhoofd naar de vloer. Beweeg je lichaam naar voren, span je lichaam aan en duw je lichaam omhoog in een heuveltje. Laat je lichaam langzaam naar de vloer zakken.
Schuif door in de cobra. Kijk voor je uit of naar boven. Til je borst omhoog. Van hieruit gaan we naar de halve kikker. Leg je linker onderarm op de vloer en evenwijdig met de voorkant van je mat. Buig je rechterknie en neem met je rechterhand je voet vast. Leg je handpalm op de bovenzijde van je voet, met je vingers naar voren gericht. Duw je voet naar de buitenzijde van je rechterheup. Is dit te zwaar, leg je voorhoofd op de vloer en trek je heel naar je bil en niet naast je heup. Verder strekken. Strek je linkerarm en til je romp verder omhoog. Blijf je voet verder omlaag duwen naast je heup. Een quadriceps stretch. Hier ook. Aandacht, focus naar je ademhaling. Laat los. Krol de tenen om en duw jezelf omhoog in de plank en vervolgens in de neerwaartse hond met voorhoofd naar de vloer. Hef je linkerbeen op in de driepotige hond. Zorg dat je een rechte lijn hebt van heel tot je handen. Buig je linkerbeen en verplaats je voet tussen je handen. Plaats je rechterknie op de vloer. Lage lunge. Adem in, hef je armen omhoog. Adem uit, leg je handen op je linkerknie en strek je armen. Rug oprekken, kin ingetrokken. Strekken van de psoas of lendespieren. Zet je handen aan weerszijde van je voorste voet op de vloer en strek je been. Halve spagaat. Trek je tenen op en duw je tenen naar de vloer. Hou je rug recht, kin ingetrokken. Trek je tenen op en duw je tenen naar de vloer. Optrekken. En naar de vloer. Houd de tenen op de vloer. En buig naar voren tijdens een uitademing. De minder lenigen onder ons blijven hier en herhalen de oefening. Anderen gaan voor de volledige spagaat. Plaats je handen of vuisten naast je heupen. En wieg met je heupen van zij naar zij. Gaat nooit over je pijngrens. Is dit te zwaar, keer dan terug naar de halve spagaat. Laten we verder rekken. Adem in, hef je armen omhoog. En rek je verder op met een opwaartse beweging van je handen. Adem uit en buig naar voren. Handen aan weerszijden van je been. Ademen. Diep in- en uitademen. Laten we verder rekken. Beweeg je bovenlichaam naast je voorste been en laat je romp op de vloer rusten. Hier ook concentratie op je ademhaling.
Je mag de houding aanpassen als het niet prettig aanvoelt. Rekken mag een klein beetje oncomfortabel zijn, maar nooit pijn doen. Sluit je ogen en concentreer je op je ademhaling. Adem normaal en geniet van de stilte. Laat los en duw jezelf omhoog op een uitademing. Buig je voorste been, krol je achterste tenen om, duw je op en breng je voorste been naar achteren en kom in de neerwaartse hand met voorhoofd naar de vloer. Stap naar voren. Rug recht. Uitademen, buig dieper in de staande vooroverbuiging. Inademen, buig je knieën en kom in strekzit. Laten we de serie met het andere been herhalen. Dubbele grote teenstrekking, neem je dikke tenen vast, leun iets achterover en strek je benen omhoog. Rug kaarsrecht. Spreid je benen tijdens een uitademing in de wervelkolomhouding. Houd de benen goed gestrekt en duw gelijk ook je rug recht. Balanceer op je billen. Tussen je zitbotjes en je staartbeentje. Blijf in deze houding gewoon ademen. Fixeer je blik op een punt. Focus je gedachten op je ademhaling. Concentratie, focus. Kom terug naar de dubbele grote teenstrekking. Laat je achterste been, hier je linkerbeen, gecontroleerd zakken. Buig je voorste been, hoofd naar knie en rol zachtjes naar de vloer in ruglig. Strek je been. Voetflex. Sluit je ogen en ontspan. Ademen. Til je schouders van de vloer. Hef je linkerbeen omhoog. Zwaai je lichaam omhoog met de kracht van je benen. Halve koeienkop, leg je rechterkuit haaks op je linkerdij. Knie in een rechte hoek, trek je tenen op naar je scheen. Adem in, rug oprekken. Maak je lang, maak je groot. Uitademen rond je rug. Laat je hoofd zakken en reik naar voren. Omhels je linkervoet. Houd beide voeten flex. Sluit je ogen en ontspan. En zak steeds dieper in de houding op iedere uitademing. Geef je over, laat los aan de houding en aan de stilte.
In en uitademen. Kom langzaam naar het midden. Plaats je handen achter je en zwaai je benen naar achteren. Hef je heupen op in de neerwaartse hond met voorhoofd naar de vloer. Hef je voorste been omhoog in de driepotige hond. Zorg dat je een rechte lijn hebt van je handen tot aan je hiel. Buig je rechterbeen en verplaats je voet tussen je handen. Plaats je linkerknie op de vloer. Inademen. Hef je armen omhoog en rek je uit, maak je lang. Adem uit en leg je handen op je knie. Strek je armen, rek je rug op en kin ingetrokken. Rekken van de psoas of lendespier. Zet je handen aan weerszijden van je voorste voet op de vloer en strek je voorste been. Hardha anima, halve spagaat. Trek je tenen op en duw je tenen naar de vloer. Hou je rug recht, kin ingetrokken, tenen optrekken. En duw je tenen naar de vloer. Trek je tenen op en naar de vloer. Hou je tenen op de vloer en buig naar voren tijdens een uitademing. De minder lenigen onder ons blijven hier en herhalen de oefening. Anderen gaan voor de volledige spagaat. Plaats je handen of vuisten naast je heupen en wieg met je heupen van zij naar zij. Gaat nooit over je pijngrens. Is dit te zwaar, keer terug naar de halve spagaat. Laten we verder strekken. Adem in. Hef je armen omhoog en rek je verder op met een opwaartse beweging van je handen. Kijk naar je duimen. Adem uit. Buig naar voren. Handen aan weerszijden van je been. Ademen. Diep in en uitademen.
Beweeg je bovenlichaam naast je voorste been en laat je romp op de vloer rusten. Richt je aandacht naar je ademhaling. Laat los en duw jezelf omhoog op een uitademing. Buig je voorste been. Krol je achterste tenen om en duw je op. Breng je voorste been naar achteren en kom in de neerwaartse hond met voorhoofd naar de vloer. Beweeg je lichaam naar voren. Span je lichaam aan en duw je lichaam omhoog in een heuveltje. Laat je lichaam langzaam neer. Til je borst omhoog in cobra. Kijk voor je uit of naar boven. Laat los, duw je heupen omhoog, op handen en knieën en kom in kruissit, in het midden van je mat. Laten we gaan eindigen. Maak je nek los, rek je uit, maak je lang. Adem in, breng je armen ver over je hoofd, handpalmen bijeen. En laat los tijdens een uitademing. Inademen. En rek je uit, rek je op, maak je lang. En uitademen. Rek je op. Neem even de tijd om de houdingen na te voelen. Observeer zonder te oordelen. Je hoeft alleen maar te voelen. Blijf bewust voelen en ademen. En je komt vanzelf in de stilte. Tot de volgende. Dag.